Mijn bed kraakt, wat kan ik doen? Als een bed kraakt is het meestal de ombouw. Het kan ook wel eens een lattenbodem zijn of de bedbodem, maar meestal is het de ombouw. De lattenbodem hangt in de ombouw, de mensen liggen erop, dat is een behoorlijk gewicht. Bij beweging ja, gaat het een beetje wrijven en dan gaat een ledikant vaak kraken. Als het een bokspring is die kraakt, hebben we best wel een probleem. Je kunt er niet in, je kunt er niet openmaken, je kunt niet kijken waar die dus kraakt. Wat wel eens helpt is aan de bodem dan wat schroeven bij plaatsen. Maar vaak kan je het niet verhelpen. Zo los je het op als je bed kraakt.